En ik zat na te denken over de implementatie van dat client-side scanning. De heer Hoepman legde net al toe dat het in principe mogelijk is om deze techniek toe te passen ook op andere doeleinden. Nu gaat het over specifiek detecteren van afbeeldingen met dat soort materiaal, met die inhoud. Kunt u nog eens toelichten hoe eenvoudig het is om dat eventueel aan te passen, om op andere inhoud toe te passen? Technisch gezien is het triviaal, want wat het client-side scanning mechanisme in de telefoon doet, is gewoon kijken naar een afbeelding, daar ook zo'n hash voor berekenen en kijken of die dan volkomt in de database. En er staat een bepaalde gecodeerde versie van die database dan op iedere telefoon. Afhankelijk van wat er in de database staat, ga je kinderporno detecteren of kattenplaatjes. Of het algoritme is daar volledig agnostisch over. Die kan het ook niet zien, die kan het ook niet controleren. Die heeft gewoon een database met fingerprints en daar moet tegen gematcht worden. Dus puur vanuit technisch perspectief, alles kan. Het is natuurlijk wel zo dat die database, die komt niet uit de lucht vallen. Hè, die komt dan bij het Europese Centrum vandaan. En het idee is dat het Europese Centrum vertrouwd wordt om strikt te controleren dat het enige wat daar inkomt, fingerprints van kinderpornografisch materiaal zijn. Maar dat is dus wel lastig, omdat ja, ook daar kan wat mee gespeeld worden. Dus je kunt er materiaal inschuiven wat lijkt op kinderpornografisch materiaal, maar dat niet is, of andersom. Dus daar is wel enige zorg over hoe veilig en hoe betrouwbaar dat uiteindelijk is. Het idee is dat dat betrouwbaar is, maar daar moet je wel hele strikte procedures op zetten, waar ik niet 100% mijn handen voor in het vuur kan steken dat dat ook echt gebeurt. Daar moet je echt moeite voor doen. Ja, en als deze... Oh, sorry. Ja, uit. Ik ben het met alles eens wat meneer Hoepman zei, maar gewoon om nog een illustratie. Dus als over een aantal jaar sommige landen in Europa denken van, hey, eigenlijk ook handig als we een seintje krijgen als iemand het woord demonstratie zegt of het woord spotprint, dan is het de infrastructuur ligt klaar om ook diezelfde fingerprints daarvoor, omdat ook via diezelfde achterdeurtje, zeg maar, in die apps te stoppen. Want de techniek is hetzelfde. En ook natuurlijk, als het in communicatie-apps voor Europa wordt gebouwd, dan kunnen dictaturen buiten Europa ook naar die communicatiediensten stappen. Hey, we zien wat jullie hebben gebouwd, speciaal voor de Europeanen. Wij willen een seintje krijgen als een van deze woorden in jullie gesprekken voorkomt. Ja, heel helder. Ik vroeg me nog af, is het deel van het voorstel ook om, want dat lees ik in de position paper van u, dat ook de berichten op voorhand kunnen worden geblokkeerd, dus dat ze niet kunnen worden verzonden. Dat zag ik staan op pagina 2. Als iemand CESAM-materiaal wil versturen, dan moet de communicatiedienst dat bericht blokkeren en melden aan een EU-centrum. Dus dan is het ook niet mogelijk om dat bericht te verzenden, ook als het bijvoorbeeld bij een false positive. Zou dat de implicatie hiervan? Correct. De verplichtingen in het voorstel zijn opsporen, blokkeren, melden aan dat nieuwe EU-centrum wat in Europol zit. Ja, ik wilde even het aantal berichten even in perspectief plaatsen. Want er zijn geen exacte cijfers van hoeveel berichten er in Nederland worden verzonden op WhatsApp. Het gaat om 100 miljard per berichten per, moet ik even goed zeggen, per dag volgens mij in de wereld. Maar in Nederland verstuurt ongeveer 65 WhatsApp berichten per dag. En er zijn 2,6 miljoen, dit zijn wat oudere cijfers, zijn inmiddels meer, 2,6 miljoen gebruikers. Dus stel dat dan, als je dat allemaal kan vermenigvuldigen, dan hebben we het dus over, 61 miljard berichten per jaar. Daarvan is dat dus per dag, komt dat neer op 167 miljoen berichten per dag. Dus als daar een percentage van fout positief wordt aangemerkt, bijvoorbeeld bij 2%, hebben we het over 3,5 miljoen berichten per dag fout positief. Maar stel je kan dat terugbrengen naar 0,1%, dan gaat het dus om 168.000 fout positieve per dag alleen in Nederland. Kunt u bespiegelen hoe dat voor de opsporing zou zijn als je met dat soort aantallen wordt overspoeld? Nou, daar kan ik toevallig wel wat over zeggen. Ik denk eerlijk gezegd dat de technologie het beter zou kunnen doen dan de getallen die u net schetst. Maar het zal pittig blijven. De huidige situatie is dat de opsporing, de zedenpolitie, zit al vol. Dus die hebben ook aangegeven dat ze eigenlijk niet zitten te wachten op gewoon nog veel meer meldingen, waarvan zij eigenlijk ook nog niet kunnen voelen van hoe goed zijn die meldingen. Maar
op basis van de literatuur van dit soort classifiers, zoals dat dan heet, die proberen dan een score te geven aan van, nou, hoe eng is dit materiaal, zou je kunnen zeggen dat de bekende herkenning, waar Michel net ook over had, die kan echt wel heel nauwkeurig zijn. Maar de EU wil ook dat er dus generiek nieuw materiaal wordt herkend. En ik denk dat als je daar 1 op 1000 haalt aan nauwkeurigheid, dan zou je al ontzettend knap zijn. En dat betekent dus, wat er effectief gebeurt, is dat we onze opsporingsmensen gewoon een enorme stortvloed aan extra dossiers geven, waardoor de huidige dossiers waarschijnlijk ook niet beter verwerkt gaan worden. En ondertussen de situaties waarvan een melding is gemaakt blijven hangen in zo'n toestand van, ja, er is een melding geweest, er staat nu een dossier hier bij het EU-centrum, er is een kopietje naar een lokale autoriteit gestuurd, er is een kopietje bij Europol. En dat stapelt op. Maar ik denk, ik kan me bijna niet voorstellen dat je deze stortvloed gaat gewoon te veel worden en schadelijk zijn. Om daar kort iets aan toe te voegen. Ik denk inderdaad dat voor nieuw materiaal en voor grooming is het volkomen onwaarschijnlijk dat dit een betrouwbaarheidsniveau kan bereiken waar het werkbaar zou zijn. Dus 2%, nee, inderdaad. Zelfs als je 0,0001, dan heb je nog steeds over een vals positieve ratio die onwerkbaar is. Dus voor nieuw en grooming is dit voorstel gewoon eigenlijk waanzin. Voor bestaand materiaal denk ik dat je dit volgens mij behoorlijk zou moeten kunnen inrichten. Nogmaals, niet, maar dan is dus niet het model, alles waar het apparaat op aanslaat gaat rechtstreeks naar de overheid. Want zo werkt het nu ook niet. Hè? En ook in het voorstel, er zit een dienstverlener tussen en die kunnen dan kijken, probeert hier iemand bijvoorbeeld de zaak te flessen door met valse, met gemanipuleerde hesjes aan te komen, whatever. Ik denk dat dat managebaar is, want dat doen ze nu ook al op allerlei andere takken van sport. Ja, hoor, ga je gaan. Ik had nog een andere vraag, namelijk over het bekende materiaal. Als dat moet worden opgeslagen in een databank bij de Europese Unie ergens, bij een agentschap. Hoe gevoelig is dat voor hackers? Kunnen die toegang krijgen tot alle mogelijke vormen van kinderporno en dat soort dingen die bekend zijn? Als zij, volgens mij is het zo dat iedere Europese instantie al een keer gehackt is. Hoe reëel is dat gevaar? Nou, ik heb toevallig er ook wat van. Niet alleen is iedere EU-instantie al een keer gehackt, de meeste zijn op dit moment nog gehackt. We hebben in een ander dossier proberen wij de EU te bewegen. De EU kent ook een soort staatsgeheimen. En die nemen ze wel heel serieus. We proberen ze nu te bewegen die staatsgeheimen ook te gebruiken, maar dat doen ze niet, want ze zeggen, we hebben er de infrastructuur niet voor. Dus zodra iets een EU-geheim is, kunnen we met niemand meer delen. Omdat deze database bij de EU Center hier in Den Haag dan steeds groter gaat worden, wordt dat gevaar ook steeds groter. En de wetgeving of het voorstel zegt van, nou, jullie moeten echt onwijs je best doen om dit goed geheim te houden. Maar verbindt daar niet de zwaarste regimes aan die je eigenlijk zou willen. En op dit moment verwerkt de EU eigenlijk geen persoonsgegevens van ons. Dus dit is ook een nieuwe hobby voor hun, waar zij op dit moment ook betrekkelijk weinig ervaring mee hebben. Dus dit is eigenlijk. En het voorstel zegt dus ook niet veel, die data die moet zo snel mogelijk verwijderd worden. Het voorstel zegt, die data moet bewaard worden, want dan kunnen we er research op doen. Bijvoorbeeld voor geldwitwassen en nog wat andere aanpalende dingen. Dus het plan is ook om het te bewaren. Ik wou nog even over de proportionaliteit. Want we hebben hier natuurlijk te maken met criminelen. Het gaat niet zomaar om normale gebruikers die berichten verzenden. Het doel van dit voorstel is om criminelen op te sporen. En criminelen zullen bewust zijn van die verordening, als die er zou komen. En hoe die techniek dan hoogstwaarschijnlijk ongeveer werkt. Hoe eenvoudig, het is niet alleen dus een afbeelding spiegelen en dan komt hij er doorheen. Maar hoe eenvoudig zou het zijn om gewoon een afbeelding in een zipje te stoppen met een wachtwoord erop en gewoon het zipje te verzenden? Dat kan nooit in een bekende hash komen te staan. Dus kunt u daar op spiegelen? Ja, die technieken die zien we nu ook al bij phishing bijvoorbeeld. Door een bijlage op een bepaalde manier te verpakken. En de meeste, we hebben toevallig daar wel eens onderzoek naar gedaan. Zelfs de meest geavanceerde anti-malware oplossingen die je kan kopen voor een paar miljoen per jaar, die zijn dan vrij makkelijk om de tuin te leiden. Dus dat inderdaad, als mensen doelbewust dat materiaal willen delen, zullen ze niet op WhatsApp dit in een soort zichtbare vorm gaan doen.
Die groepen die hebben nu ook al op Tor-netwerken, hidden services draaien, filesharing systemen waar gewone mensen niet op terechtkomen. Dus ik vraag, kijk, als het, dat is weer een beetje in het hoofd kijken van de eurocommissaris. Als de bedoeling is dat die praktijken gestopt worden, denk ik dat dit verkeerde beleid is. Ik zie niet in hoe die twee dingen op elkaar passen. Precies om wat u aangeeft. Je mag aannemen dat die partijen die de moeite hebben genomen om zich nu te bekwamen in het opereren op Tor, dat die niet denken, oh, waarom gebruiken wij geen WhatsApp? Dat is toch een stuk makkelijker. Maar er zit wel een deel van het probleem in, ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet omschrijven. Het is niet mijn expertise, maar in een soort grijs gebied waarin mensen opereren op een manier waar volgens mij niet heel doelbewust achter is, ik ga CSAM verspreiden, dat is nu mijn hobby of mijn verdienmodel. Maar ondertussen gebeurt het wel. Dus die, net zo goed als je bijvoorbeeld onderzoek doet naar terrorisme, niet iedereen begint als een doorgewinterde terrorist met hele goede operational security. Want dan moet je niet op WhatsApp wezen, maar een heleboel van die groepen hebben wel een verleden. En dan ja, gaat het overlappen met reguliere communicatiediensten. Dus daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar u heeft gelijk, als het idee is dat we daarmee de hardcore verspreiders gaan vangen, dan hebben we het verkeerde voorstel op tafel. Ja, in aanvulling daarop. Dus natuurlijk is daar een grijs gebied van mensen die dit dan soort van erbij doen of zo. Maar in het kader van de proportionaliteit, er komt een soort van Death Star die dat moet kunnen uitblazen gewoon in één keer met qua juridische mogelijkheden voor een hele marginale groep, terwijl het echte probleem daarmee eigenlijk buiten schot blijft. Ja, als ik daar misschien heel even op mag reflecteren. Kijk, de proportionaliteit is dat we dus nu 500 miljoen mensen gaan voorzien van speciale software. En de dynamiek hiervan is heel vervelend. Zodra de WhatsApp dat EU-logo laat zien en zegt, joh, je berichten worden gescand, dan zijn al die mensen, zelfs per ongeluk mensen, dus zeg maar amateur mensen die er niet goed in zijn, die denken, nou, dat gaan we hier niet meer doen. Dat gaan we doen op dat mooie systeem uit Rusland van Telegram bijvoorbeeld. Vervolgens zitten wij nog steeds met die 500 miljoen Europeanen die dus niet dit willen doen, die hier niks mee te maken hebben. En dus hebben we dus een fantastisch surveillance systeem neergezet en hebben we daarmee iedereen naar Rusland gejaagd. Dat is de effectiviteit wat er gaat. En heel, dat is ook vanuit mijn oude baan, waar ik werd betaald om proportionaliteit te overwegen, is dat zeg maar gewoon absurd, dit idee.